Vandaag is het 14 april. We zitten nog volop in de coronacrisis die onze sector volledig stillegt. Dit is een zware slag voor onze sector en die zal nog even blijven duren. Maar ik ben er zeker van dat toerisme zal herleven. Toerisme gaat voor mij om ontmoetingen, om verwondering, geïnspireerd te raken door een plek, de natuur, de cultuur of om samen te kunnen genieten. En dat zullen we ook na coronatijden blijven doen. Maar misschien niet op eenzelfde manier als voordien. Samen met veel mensen uit de sector hebben we de voorbije jaren zitten zoeken en experimenteren hoe we toerisme beter kunnen maken, beter kunnen organiseren. We zoeken vooral naar de meerwaarde van toerisme voor de inwoners van een plaats en de meerwaarde voor de plek zelf, samen met de ondernemers. Hoe kan toerisme zorgen voor een meer florerende gemeenschap? Die zoektocht vind je op reizennaarmorgen.be. Misschien kan deze crisis dit proces wel versnellen en meer mensen hiervoor bewust maken. Ik hoop het alvast. Ook voor deze nieuwe aanpak zullen we straks veel mensen en veel nieuwe collega's kunnen gebruiken.